Deze week in EDTV Nieuws. Europa Run estafetteloop als fondsenwerving. Hoe meer mensen komen, hoe meer gezelligheid, hoe grotere kans dat wij weer een prijs winnen. Het centrum van Ede moet meer gaan leven. Ja, en dat behoeft natuurlijk nogal wat werk, want er zijn heel veel belangen bij gemoeid. En bossportgebied wordt verbeterd. Nou, eigenlijk het belangrijkste wat we gaan doen is de weg versmallen. Dit is EDTV Nieuws. Aan de gevel van restaurant Juffrouw Tok op de Heide bij Ede bevindt zich een van de kleinste en onbekendste oorlogsmonumenten van onze gemeente. Deze plaquette herinnert ons eraan dat hier op 10 mei 1940 drie huzaren zijn doodgeschoten. Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. En via Westervoort over de IJssel kwam er een hele kleine Duitse eenheid richting Ede. Die eenheid die ontmoette hier bij de Zuidginkel een kleine Nederlandse patrouille die hier achtergelaten was om de terugtocht van de Nederlandse huzaren te dekken. Er is een kort gevecht ontstaan waarbij uiteindelijk drie leden van deze patrouille zijn omgekomen. Eén man heeft zich weten te verbergen en die is uiteindelijk via een omweg weer bij de eigen troepen terechtgekomen en heeft haar kunnen melden wat hier is gebeurd. Degene die ontkomen is, die heeft zich hier verstopt? Die is verstopt met hulp van de mensen die hier wonen, de familie Kramer. Die hebben hem op de deel onder het hooi gestopt om op die manier te zorgen dat hij veilig zou zijn. Zaterdag 9 mei was hier een korte herdenking. Helaas maakt het monument een enigszins vervallen indruk. Een maand geleden kwam Jan Kelstra naar mij toe en hij zegt dat die herdenkingssteen bij Juffrouw Tok, dat ziet er niet uit. Daar moeten we wat aan doen, zeker 75 jaar. Nadat hier de oorlog is begonnen, is het toch goed om daar aandacht aan te schenken. En toen ben ik gelijk de dag daarna gaan kijken en Jan had gelijk. Het ziet er inderdaad niet uit en het is toch een waardevolle herdenkingssteen. Want het brengt ons terug in de jaren 40 toen hier de oorlog begon. En wat hier gebeurt, drie huzaren die ja, wij denken geëxecuteerd zijn. Dat is toch iets om te blijven herinneren. Toen heb ik tegen Jan gezegd, nou die steen renoveren voor die tijd, dat zal niet lukken. Maar we kunnen er wel aandacht aan schenken en dat hebben we vandaag gedaan. Staat het monument hier misschien ook omdat de drie huzaren waarschijnlijk niet in de strijd gesneuveld zijn? Het vreemde is dat alle drie deze mannen die hier gesneuveld zijn een schot door het hoofd hebben. Terwijl als we verder kijken dat maar zelden voorkomt. Dat doet vermoeden dat ze standrechtelijk zijn geëxecuteerd. De eenheid die hier naartoe kwam, de Duitse eenheid, was een SS-eenheid. Het is bekend dat de mannen haast hadden en mogelijk geen krijgsgevangenen wilden nemen. Dan wel dat ze verontwaardigd waren vanwege het feit dat er op hun geschoten is. Want ook dat is bekend dat ze daardoor soms dit soort maatregelen namen. Postuum zijn ze ook nog geëerd? Ja, de commandant van deze groep, de cornet Graaf van Limburg-Stierum, die heeft een hoge Nederlandse dapperheidsonderscheiding gekregen, het Bronzen Kruis. Eigenlijk zit het niet op het goede punt, want niemand die het ziet, het zit achter een heg, helemaal verstopt. Er zit ook nog een lamp boven en er moet echt wat aan gebeuren, maar dat moet wel in overleg met de eigenaar gebeuren. Er was nu ook een bloemen. Hulde. Gaat dat in de toekomst meer gebeuren? Nou, in ieder geval als het monument in oude glorie is hersteld en op een wat andere plek staan, dan gaan we daar zeker aandacht aan schenken. Ja, het is aan de Edese bevolking zelf op welke wijze hier aandacht wordt geschonken. We hebben heel veel monumenten in de gemeente Ede. En het is goed om keer op keer stil te blijven staan. Of dat jaarlijks moet gebeuren of om de 5 jaar, dat is iets wat ik moet gaan bespreken met degene die de organisatie van dat soort dingen in de hand hebben. De Edese brandweer heeft als voortreffelijke gastheer van de Europa Run een cheque gewonnen. Europa Run staat voor Rotterdam Parijs Run. Het is een initiatief wat 25 jaar geleden in een kroeg geboren is. Zo van, zullen wij eens een hardloopwedstrijd doen van Rotterdam naar Parijs? En het geld wat we binnenhalen gaat naar het goede doel. En zo is het ooit begonnen. Op de route Hamburg-Rotterdam fungeert de brandweerkazerne in Ede als tussenstop. En we hebben onszelf de naam Oase op de Veluwe gegeven. En dat heeft, wat je al zegt, de team zo goed bevallen dat ze ons genomineerd hebben. En we hebben 2 jaar achter elkaar een derde prijs gewonnen. Dat geld komt geheel ten goede aan mensen met kanker in de gemeente Ede. Dus het is goed besteed. Hoe wordt nou de bestemming bepaald van dat geld wat zij krijgen? Het is zo dat BMW daar toestemming aan moet verlenen. Europa Run vindt dat als er zo'n prijs gewonnen wordt, dat er met voorstellen gekomen kan worden. En dat uiteindelijk daar BMW ook haar instemming aan moet verlenen. Er is een leus van de Europa Run. En dat heet, ik kan je niet beter maken, maar wel zorgen dat je je beter voelt. En met name dat wel zorgen dat je je beter voelt, dat is hier ook gebeurd met de hardlopers. En het geld gaat ook naar een doel.
wat eigenlijk voor precies dezelfde uitspraak staat. Zorgen dat mensen die er heel slecht aan toe zijn, zich toch op het laatste moment nog een beetje beter voelen. En dat, daar gaat het geld ook naartoe. En dat is natuurlijk een prachtig doel. Het hospice in Ede en Bennekom krijgen ieder de helft van de cheque uitgereikt. Een hospice is eigenlijk een plaats waar mensen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen. Er is 24 uur verpleegkundige zorg en aandacht. En ook aandacht voor de naasten. En dan kan je alle zorg krijgen die je nodig hebt als je ernstig ziek bent. We hebben plaats voor 6 gasten in ons hospice en 1 logeerkamer. Dus eventueel voor familieleden die blijven slapen. En is dat arbeidsintensief? Ja, dat is best heel zwaar werk, want het zijn mensen die toch heel ernstig ziek zijn. Een levensverwachting vaak hebben van 3 maanden. Dus het zijn vaak wel hele complexe situaties, dus dat is best heel intensief. Ja. Nou krijgt u een aanzienlijke som geld. Hoe belangrijk is dat voor u? Ja, daar zijn we heel blij mee en ook heel belangrijk. De vergoedingen die zijn wat minimaal. De zorg wordt vergoed, maar zoals het gebouw en de dingen eromheen, daar krijgen we helemaal geen vergoeding voor. Dus daar zijn we afhankelijk van giften. Ja, wij hebben een badkamer in ons hospice en eigenlijk is het bad niet meer in orde. Het voldoet niet meer aan de normen, dus we hebben al een tijd de wens om het bad te vervangen. En met deze gift komen we een heel eind in de buurt om dat te kunnen doen. Dus wij zijn er echt helemaal gelukkig mee. Ook dit jaar fungeert de brandweer Ede als tussenstation van de Europa-run. De lopers zullen in de nacht van zondag 24 mei en maandag 25 mei Ede passeren. Vrijwilligers zijn altijd welkom. We willen bijvoorbeeld ook met de fiets de loper tegemoet gaan. En afhankelijk van hoeveel fietsers we hebben, vanaf de driesprong. En dan begeleiden tot de Eikelaan of tot het spoor als we genoeg fietsers hebben. Zodat ze gewoon eens even iemand anders zien. Anders zitten ze 580 kilometer naast dezelfde fietser. En nu kunnen we eens een keer tegen een ander aanpraten. En dan kunnen wij ze even een hart onder de riem steken voor de laatste 110 kilometer. De aanpak van woninginbraken, van ernstige overlast door verwarde personen en jeugdigen, van hennepteelt, van risico jeugdgroepen en personen en preventieve aandacht voor radicalisering. Dat zijn de 5 prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 dat het College van Burgemeesters en Wethouders 12 mei heeft vastgesteld. De gemeenteraad gaat het plan nog bespreken. Het Integraal Veiligheidsplan schetst de ambities van het College van Burgemeester en Wethouders voor een zo goed en veilig mogelijk woon- en leefklimaat voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Ede. Er is goed gebouwd in 2014. De resultaten van de woningbouw zijn positief. Er zijn vorig jaar 419 nieuwe woningen gerealiseerd. Het grootste deel van deze nieuwe woningen is gebouwd in Ede en Lunteren. Naast de bouw van nieuwe woningen zijn er vorig jaar 63 woningen gesloopt. Netto zijn er dus 356 woningen bijgekomen in 2014. Omdat de evangelische basisschool De Rots in Ede gaat samenwerken met Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal, kan de Edese basisschool volgend schooljaar alsnog blijven bestaan. Inmiddels zou de school uit Ede nu wel voldoen aan alle door de overheid gestelde eisen. De school heeft inmiddels alle ouders op de hoogte gesteld dat de school ook komend schooljaar zal worden bekostigd. De gemeente Ede wil het openluchttheater nieuw leven inblazen. Het theater zal gerenoveerd worden en er zijn al grootse plannen voor 2016. We willen namelijk in dit prachtige theater de opera Die Zauberflöten gaan uitvoeren. Ter gelegenheid dus van de heropening van het theater in juni. Ja. Die Zauberflöten, een wereldberoemde opera, maar ook een enorme productie. Het is inderdaad een enorme productie. En wij zijn ook heel gelukkig dat we nou zo ver zijn dat we een heel productieteam hebben. Hè? Bestaande uit de dirigent en de productieleider en de regisseur. Daar kunnen we nu heel het artistieke van de opera aan overlaten. En met de stichting zijn we hard aan het werk om het allemaal een beetje mogelijk te maken. Want dat hopen we van harte. We werken er ook heel hard voor. Maar we weten het nog niet helemaal zeker. Dat weten we pas in november zeker of we de financiële middelen allemaal een beetje voor elkaar hebben. Er wordt veel publiek uit Ede verwacht. Niet in de laatste plaats, omdat bijna alle medewerkers en solisten uit Ede afkomstig zijn. Dat is de bedoeling. Ja, we hebben het geluk dat er solisten zijn met landelijke bekendheid die hier uit deze regio komen. En de dirigent komt er vandaan, de productieleider. Alleen de regisseur
komt uit Utrecht. Maar verder zoeken we naar de medewerkers hier uit het Edese om zo groot mogelijk draagvlak te creëren. En we willen ook het inbedden in een Mozartweek die daaraan vooraf gaat. Hè, zodat je er een beetje naartoe kan werken. En er zal van alles en nog wat zijn in de binnenstad. Dan hopen we dat dat allemaal gaat gebeuren. Voor zo'n grote productie moet veel werk verzet worden. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen nodig voor de kostuums. Is het moeilijk om zoveel mensen bij elkaar te krijgen? Eigenlijk is het artistieke team dat verantwoordelijk is voor de artistieke vormgeving van de opera, is eigenlijk al benaderd. En de solisten ook vrijwel allemaal. Nou, er moet een projectkoor gevormd worden, dus er zal nog een beroep worden gedaan op de Edese bevolking. Een projectorkest. Door dat stukje wat er al in de krant heeft gestaan, zijn er al wat mensen geweest die hebben gezegd, nou, we willen heel graag meedoen. Maar dat is allemaal nog een beetje open. Het is wel de bedoeling om inderdaad de Edese bevolking erbij te betrekken. En waarbij wel één ding voorop staat. En dat is dat we de kwaliteit zo hoog mogelijk willen houden. Het plan van aanpak voor een levendig centrum moet het centrum van Ede een nieuwe impuls gaan geven. Dat houdt in dat wij in de afgelopen maanden heel veel informatie hebben verzameld vanuit het centrum. Doordat wij heel veel winkeliers hebben geïnterviewd, maar ook mensen van cultuur en de horecamensen en de bestuursleden van SBE. En al die ideeën hebben wij verzameld in een plan van aanpak en gerubriceerd. En die hebben we ook nog eens een keer besproken op een grote bijeenkomst met de leden van het SBE in het oude politiebureau. Het centrum van Ede moet volgens dit plan van aanpak niet alleen een plek worden waar het goed winkelen is, maar tevens een plek worden die geschikt is voor een gezellig dagje uit. Ja, het is de bedoeling dat we niet alleen mensen voor het winkelend publiek trekken, maar ook dat we door natuurlijk de horeca die we hebben, dat we dan ook mede toeristen naar Ede trekken. Maar ook dat we voor allerlei Edenaren het aantrekkelijk maken om gewoon in het centrum te verblijven. Dat hoeft niet per se altijd inkoop te zijn. Maar het moet gewoon een aantrekkelijk centrum worden op allerlei gebieden. Er zijn in het plan een aantal korte en langetermijn doelstellingen geformuleerd. Er zijn heel veel korte termijn ideeën. Maar een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het Doelenpleintje, waar een nieuwe eigenaar van dat deel van het winkelcentrum aantrekkelijk wil gaan inrichten. Door daar wat meer terrasjes te maken en ook de omgeving aantrekkelijker te maken. En daarnaast zullen er waarschijnlijk boven Xenos woningen worden gemaakt in plaats van kantoren, waardoor ook er weer meer bewoning is in het centrum. Ik heb ook begrepen wifi bijvoorbeeld, het kolensteegje is opgeknapt. Ja, het kolensteegje is kort geleden is opgeknapt doordat de eigenaren en de winkeliers en de omgeving daar wat aan gedaan hebben. Het is een mooi klein voorbeeldje, maar inderdaad, dat is een prachtig voorbeeld van laag hangend fruit, waardoor we snel een resultaat bereiken wat al de nodige effecten heeft. Maar wifi is inderdaad ook een heel mooi voorbeeld. We gaan stadsbreed wifi in het centrum aanleggen, waardoor het winkelend publiek overal een heel sterk signaal van wifi krijgt, wat gewoon nog beter is dan 3G. En waar ook allerlei andere dingen mee gedaan kunnen worden. Dus niet alleen maar verbinding maken met jouw telefoon, maar je kunt dan bijvoorbeeld ook goed zien en aantrekkelijk zien wat er in welke winkel te doen is. Ontwikkelen van een huurprijsstrategie heb ik ook gehoord. Ja, we zouden ook op het gebied van huurprijzen wat kunnen doen. Maar daar gaan we natuurlijk niet zelf over. Maar we zien wel dat er een aantal eigenaren gewoon te lang zaken leeg laten staan. Omdat ze te lang vasthouden aan een te hoge huur. Omdat ze niet beseffen dat de huren nou eenmaal lager zijn geworden in het land. En niet alleen in Ede, maar dat is landsbreed. En als dat te lang duurt, zouden wij wellicht een leegstandsverordening kunnen gaan opstellen. Waarmee we panden niet te lang leeg staan. Dat we daar bepaalde maatregelen over zouden kunnen nemen. U heeft een zonnige kijk op de toekomst van Ede Centrum. Eigenlijk wel, want ik heb in de afgelopen maanden heel veel winkeliers bezocht. En ik bespeur een ongelooflijk positivisme. En iedereen heeft het idee van, als we dat samen doen. Hè, want dat vind ik, kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Dat we het echt samen moeten doen. En die samenwerking die leidt ertoe dat wij succes gaan hebben. Daar ben ik van overtuigd. De overgang tussen de Grote Straat en het Bospoortgebied wordt gezien als een gebied met weinig uitstraling. Het straatbeeld wordt hier vooral bepaald door de Modestraat als verkeersroute en barrière. Maar vanaf september gaat dit veranderen. Ja, de Bospoort is het oude historisch centrum van Ede.
En als je nu vanuit het nieuwe centrum van Ede naar de Bosport loopt, dan ga je eigenlijk een grote knip over, een grote lap asfalt, de Molenstraat, en kom je in de Bosport. En niet iets logischer zo. Je hebt het gevoel bij de Grootstraat aan het eind ervan gekomen, aan het eind van het centrum te zijn gekomen. Terwijl je daarachter ligt nog een heel mooi stukje historisch centrum. Nou, die knip wilden we eruit zien te krijgen. En dat is ons in mijn ogen gelukt. Ik bedoel, het moet allemaal nog gebouwd gaan worden. Maar we richten daar een plein in. De Molenstraat wordt versmald daar. Door de middenberm er een stukje uit te halen. En dat betekent dat de overgang van de Grootstraat naar de Bospoort een hele logische looproute wordt. En niet meer het gevoel hebt van, ik ben aan het eind van het centrum gekomen. Maar hey, ik ga nu naar een heel mooi stukje authentiek Ede toe. Want er wordt ook gebouwd, maar er zijn ook minder winkels in dat gedeelte. Is het de bedoeling dat er meer ondernemers worden aangetrokken? Nou, dat niet zozeer, want het Bosport gedeelte is, er komt een Albert Heijn. Dus wat dat betreft krijg je daar natuurlijk wel een flinke winkel. Het is niet zozeer dat we op zoek zijn naar een uitbreiding van het winkelgebied van Ede. Er zitten wat kleine winkeltjes in de Bosport, dat is prima. Het is niet de bedoeling dat we dat nou plotseling het gebied gaat worden waar veel meer winkels gaan vestigen. Want juist met onze discussie over levendig centrum moet je juist kijken dat je dat centrum ook wel beknopt houdt en niet een hele waaier laat zijn. Maar qua verblijfsgebied, een gebied waar je eerst even rond moet lopen, is dat wel een heel mooi gebied. En er zitten wat authentieke winkeltjes, dus daar kun je langs lopen. Nou, het belangrijkste wat we gaan doen is de weg versmallen, wat de wethouder ook al zei. We gaan in feite de middenberm smaller maken, waardoor de wegen een beetje van de Molenstraat een beetje naar elkaar toe komen te lopen. En de oversteek in feite makkelijker wordt, korter wordt. En ook die brede middenberm die er nu zit, die eruit gehaald wordt. Daardoor ontstaan aan beide kanten, dus aan de kant van het centrum, maar ook aan de kant van de Bospoort, ontstaat meer ruimte, meer verblijfsruimte. Het pleintje bij het postkantoor wordt daarmee groter. Maar ook bijvoorbeeld de terrassen aan de kant van het Bospoort krijgen meer ruimte. Zodat je daar ook niet tegen de stoelen en tafels hoeft op te lopen. En ook wat heel belangrijk is, we gaan het pleintje bij het postkantoor gaan we helemaal opschonen. Daar staan talloze fietsenstallingen en obstakels en elektriciteitskastjes. En die gaan we helemaal opnieuw inrichten. De elementen die niet nodig zijn, gaan we weghalen. En daarvoor in de plaats gaan we mooie zitbanken neerzetten. En ook hele mooie verlichting. Waardoor het een prettig plein wordt om op te zitten, op te lopen. En ook vooral om van de ene kant van de Grote Straat naar de andere kant van de Grote Straat te lopen. Kortom, weer een gezellig plekje in Ede erbij. Ja, dat is de bedoeling. Zij is al meer dan een eeuw oud. Het Konkuripiek in Bennekom. Dit jaar wordt het voor de 110e keer gehouden. Maar in de eerste jaren was dat nog niet in Bennekom. Nee, het is een jaar of 50 op Hoekelum. We hebben ooit op de Wageningse Berg gezeten. Heel, heel lang geleden, als ik het boekje met de historie weer nablader. Nog wel eens een keer wat andere terreinen gehad. En een jaar of 50 geleden hier op Hoekelum. Toen de tijd door de eigenaren, de familie van Wassenaar, hier ons gegund om één keer per jaar een Konkuripiek te organiseren. Een Konkuripiek, wat houdt dat precies in? Ik heb begrepen, er zijn wedstrijden, maar er is ook een show-element. Ja, het zijn wedstrijden met een show-element. Dus de wedstrijden is de Friese, de Hecknies en de Tuigpaarden rijden showmatige paarden. Maar het is wel voor de eerste, tweede, derde, vierde prijs. Ze gaan wel voor een prijs. Dus wie het mooiste paard heeft, is voor de fokkerij belangrijk. En voor de mensen die daar liefhebberij in hebben. Daarnaast hebben we een springconcours op nationaal niveau. 1,30 meter en 1,40 meter springconcoursen. En die gaan gewoon voor wie daar het beste rijdt, hè, voor de prijs. En ik heb begrepen dat er een prijs beschikbaar is gesteld door het Koninklijk Huis. Ja, we krijgen elke 5 jaar, althans dat verzoeken we elke 5 jaar aan het Koninklijk Huis om een prijs, een eremedaille ter beschikking te stellen. Ook dit jaar, hè, met het lustrum de 110e keer, is dat weer gelukt dat koning Willem-Alexander dat goedgekeurd heeft. Ik kon hem zelf niet uitreiken, dat zou wat veel palaver geven, ons kleine concoursje. Maar de historie daarvan is dat prins Bernhard en toen nog prinses Beatrix, nog voor haar koninginschap, hebben hier meegereden. Er zijn nog foto's van dat we koninklijke deelname hadden, hier op het Konkuripiek. Dus van oudsher is de familie die veel van hippische activiteiten hield, de koninklijke familie. En Bennekom, die kennen elkaar, zeg maar. En daar een uitvoerster van is nog steeds dat we een koninklijke medaille kunnen uitreiken elke 5 jaar. Ja. Kortom, een hele mooie traditie inmiddels geworden. Ja, 110 jaar, dan moet dat natuurlijk wel. Het weer zit vandaag gelukkig ook mee. Ja, ik zeg altijd maar 8 van de 10 keer is het mooi op hemelvaartdag. Maar we hebben wel in de regen gestaan hier. Vorig jaar was de koudste hemelvaart ooit gemeten. Vandaag hebben we een prachtig zonnetje voor de hele dag. Dus u ziet het wel aan de mensen die rondlopen. Lekker relaxed rondlopen. Mooi kijken naar alle verschillende onderdelen. Het is niet alleen maar hier deze ring achter mij. Maar er zijn nog meer dingen aan de hand.
Zoals? Zoals het mennen. Dus de mensen die met een aanspanning door de hindernissen rijden in het hoekje rechtsachter. Die rijden om het kasteel heen, zeg maar. Die hebben voor achter kasteel wat hindernissen die ze moeten rijden binnen een bepaalde tijd. Met enkelspannen ponies, enkelspannen paarden, twee spannen ook nog rijden mee. En dus die rijden sportieve wedstrijd voor de snelheid. Dan hebben we links in het hoekje nog wat demonstraties. Bijvoorbeeld van iemand die leert hoe je een moeilijk paard in een trailer kunt krijgen. Er is altijd heel veel belangstelling voor de wat alternatieve dingen om het gewone paardrijwedstrijden heen. We hebben een hele kinderspeelgebeurde. U ziet daar achter op de achtergrond misschien wel de draaimolen draaien. We hebben gewoon een klein... Je kunt je kinderen je rustig achterlaten. 12 jaar en een jongere is gratis en laat ze je rustig achter. Ze kunnen rustig spelen. Dat zijn wel leuke dingen. En er is altijd wat te kijken. Is niet links en is het rechts wel. Kortom, een fantastisch dagje uit hier in Bennekom. Het is echt, de bedoeling is een laagdrempelig dagje uit voor het gezin. Ja, en daar hebben we alles op gericht. De activiteiten, de bereikbaarheid van dingen. Dus, ja. Al enige jaren organiseert Stichting Trekker Trek de Klomp op Hemelvaartsdag een Trekker Trek evenement. Het doel van deze trek-trek-wedstrijd is de sponsoring voor de Stichting Kika. Wij hopen weer een groot bedrag over te kunnen maken. Wij hebben voor 2 jaar terug 5000 euro kunnen overmaken naar Kika. En dat hopen we nu weer te kunnen doen. We hopen nog meer. Ja, het is meer een soort boerensport onder elkaar. En als op zaterdag niks te doen is, dan zullen we maar trekken. Dat doet u elke week? 14, 15 wedstrijden per jaar. Alleen rond deze tijd is het altijd heel druk. Wat zijn de spelregels? Je hebt limieten zoals gewicht, trekhaakhoogte, banenbreedte en maat van de banen. Dat is 3 meter en daar moet het mee gebeuren, zeg maar. En hoeveel voorbereiding vraagt dat? We dachten niet zoveel, maar het viel nog aardig tegen. We zijn vanaf november best wel vaak bij elkaar geweest. En zelf per persoon ook het een en ander geregeld. Afhankelijk van de klassen hebben we te maken met gewichtige werkpaarden met onvoorstelbaar veel pk's. 2,8 ton standaard, 3,4 ton standaard, 4,5 ton standaard, 5,5 ton standaard, 7, 9 en 11. Over hoeveel pk's praten we hier? De 3,5 zit een beetje rond de 90. De 4,5 zit je 150. En 5,5 zit je rond de 200. In die geest zit je wel, ja. En de deelnemers hier, zijn dat allemaal lokale ondernemers of komen ze ook van buitenaf? Ze zijn allemaal een beetje lokaal. Ja, want lokaal is het hele aangelegenheid, zeg maar. Ja. Hoeveel pk's heeft hij? Aan fabriek 75 pk met een beetje dieselolie erbij, misschien ietsje meer, maar ja, dat weten we niet. En heeft u al meegedaan? Ja, en dat viel niet tegen. U heeft zelf meegedaan? Ja, ik heb er plezier aan gehad. Ja. Ja. En hoe ver bent u gekomen? Eigenlijk geen flauw idee, want voor mij blijft het een spelletje. Wat is er bijzonder aan een vrachtwagen? Ja, dat zie je zo als ze gaan rijden. Het zijn geen normale dingen. Het zijn opgevoerde wagens. Klein beetje wel, ja. Dit is alleen maar een demonstratie wat hun hebben. Ik dacht dat u net zei dat uw vrouw ook een trek heeft gedaan. Ja, dat klopt. Die heeft ook een speeltje. Als je vrouw mee hebt met je hobby, ja, dan mag het geld kosten. Maar die heeft haar eigen tractor. Jazeker, zo hou je het leuk. Voor kinderen was er het nodige vertier georganiseerd en ook de catering was prima verzorgd. Wij hebben speciaal een kinderdorp gemaakt met springkussen, een zandhoop en een stormbaan voor de kinderen. Het is zelfs zo, als de kinderen naar de zin hebben, de moeders de vrouwen naar de zin en papa ook. En u heeft zeker ook op het tractor meegedaan? Nee, dit jaar niet. Of vorig jaar, twee... Ik doe in Lunteren, probeer ik aankomend jaar weer mee te doen. Daar hebben ze een speciale damesklasse en daar probeer ik mee te doen. Ja.